Afgelopen vrijdag was een slechte dag op de beurzen voor aandelen. Er was een nieuwe variant van corona bekend geworden die erg besmettelijk was. En dat zorgt voor veel onzekerheid, veel onrust en misschien ook wel paniek onder beleggers. Zo zagen we bijvoorbeeld de S&P 500 2,3% onderuit gaan. En ook losse aandelen zagen we daar grote verschillen. Basic Fit bijvoorbeeld ging 7,5% onderuit, terwijl een aandeel als Moderna juist met 20% steeg. Dus laten we gaan kijken naar de effecten op de beurs en zien of en hoe we hiervan kunnen profiteren. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En om dan maar meteen te beginnen met de vraag van of we hiervan kunnen profiteren van deze onzekerheid op de beurs, dan is dat sinds vandaag denk ik beperkter geworden wat we daarvan kunnen profiteren. Omdat we juist eigenlijk vandaag alweer herstel zien op de beurzen. Afgelopen vrijdag was er nog heel veel onduidelijkheid, heel veel onzekerheid, paniek misschien dus ook wel. En eigenlijk het afgelopen weekend zien we al meer informatie naar buiten komen en zijn beleggers wat meer gerustgesteld. Zoals gezegd, afgelopen vrijdag was er nog heel veel onbekend eigenlijk, behalve dat het heel erg besmettelijk was. Dat de vluchten uit Zuid-Afrika en heel veel landen, waaronder Nederland, geweerd werden. En dat er al juist wereldwijd al diverse landen waren waar besmettingen van deze variant geconstateerd waren. En ja, dit weekend, zoals gezegd, kwam er meer informatie naar buiten. Zien we meer signalen dat het misschien wel heel erg besmettelijk is, maar dat de klachten waarschijnlijk wat mild zijn, dus niet zo heel erg. Waardoor het eigenlijk mogelijk wel weer mee kan vallen voor de impact van ziekenhuizen bijvoorbeeld en dus ook in eventuele lockdown in landen. En dat zien we ook direct weer terug dus in de koersen van vandaag. En had je dan afgelopen vrijdag direct misschien op het dieptepunt van de markt meteen ingestapt, extra bijgekocht, dan had je kunnen profiteren, maar op dat moment was er nog niet zoveel duidelijk, dus had je ook een groter risico genomen. Dan vaak is het zo dat als je meer risico neemt, je mogelijk ook meer rendement kunt maken. En nu is het dus alweer een heel andere situatie. En ja, we zien al wel dat eigenlijk we krijgen iets meer herstel vandaag, maar dat wil niet zeggen dat we deze week helemaal weer gaan herstellen naar het oude niveau. Want juist de komende weken denken dat het nog best wel volatiel kan zijn op de beurs. We zien bijvoorbeeld Moderna zelf zeggen van over 6 weken denken wij een vaccin te hebben tegen deze variant. En de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, zegt ook van we hebben zelf ongeveer nog 2 weken nodig om meer informatie over deze variant te krijgen. En ik denk zolang daar nog en niet veel duidelijkheid over is, of zodra er een keer positief nieuws naar buiten komt, negatief nieuws naar buiten komt, dat daar koersen en specifieke aandelen best wel sterk op kunnen reageren. Dus het is nog niet over. We hebben wel een beetje herstel, maar het kan gedurende deze week bijvoorbeeld wel weer verder en harder onderuit gaan. En behalve dus het nieuws wat eventueel positieve of negatieve effecten kan hebben, is denk ik ook heel belangrijk om te beseffen dat we misschien toch nog wel langer in deze situatie zitten dan we dachten of dat we hoopten. Het leek erop dat nu heel veel mensen gevaccineerd zijn, meerdere keren gevaccineerd zijn, dat we langzaamaan richting het einde gingen. Maar dit soort nieuwsberichten, dit soort varianten gaat toch weer ervoor zorgen dat we onzekerheid hebben, dat het misschien helemaal niet zo zeker is dat we volgend jaar ervan af zijn. En ook dat heeft denk ik wel impact. Misschien zeker op de korte termijn, maar mogelijk ook op de lange termijn, op koersen van aandelen. En dan is het natuurlijk ook altijd de vraag van, als er zo'n moment zich voordoet, ga ik dan in één keer instappen of ga ik geleidelijk aan in stapjes bijvoorbeeld extra bijkopen? Zelf heb ik afgelopen vrijdag niets gekocht. Het is meer op basis van, we hebben eerder dit soort correcties op de beurs gezien. Dan was ik er best wel ooit vroeg bij, maar dan zag je dat de dagen daarop nog verdere dalingen waren. Dus dat ik niet optimaal geprofiteerd had van zo'n daling. En ik wilde in deze situatie dus eigenlijk vooral kijken van, wat zou er na het weekend vandaag dus, is er meer nieuws bekend, is er meer informatie en dan een beslissing nemen. Nou, helaas zien we dat er eigenlijk positief nieuws is natuurlijk, maar dat is negatief als je rendement wil maken, want we zien nu al beurzen herstellen en tegen de tijd dat ik zou kunnen investeren zijn heel veel koersen alweer omhoog gegaan. Dus dat is dan wel een risico. En had ik het gedaan, dan zou ik denk ik in stappen gaan investeren. Dus iedere keer als er een dag slecht nieuws is bijvoorbeeld, of een dag de koersen omlaag gaan, dan weer een beetje investeren in plaats van alles in één keer. Het zou wel kunnen, vaak is dat ook het beste. Er wijzen onderzoeken op lange termijn uit, maar het voelt niet heel fijn om in één keer al je geld ergens in te steken. En zeker niet op het moment dat er eigenlijk heel veel onduidelijkheid is. En laat ook in de reacties weten onder deze video hoe jij dit doet. Of je jijzelf hierop voorbereidt, of je al een plan hebt, of dat je misschien snel reageert en op welke manier je dan reageert. Ik ben altijd benieuwd naar jullie feedback.
Maar laten we dan gaan kijken of we hiervan kunnen profiteren als zoiets nog een keer gebeurt. We zien nu dus al een beetje herstel. Mogelijk herstelt het vandaag of de komende dagen nog veel verder. Maar waarschijnlijk komt er misschien de komende dagen, komende weken of komende maanden nog wel een keer zo'n situatie. En ben je dan wel op het juiste manier voorbereid om hiervan te profiteren. Ik denk nou dat het heel belangrijk is om er nu wel eens over na te denken wat je, als het nog een keer zich voordoet, hoe je dan gaat reageren, dat je dat alvast van tevoren over hebt nagedacht. En ik denk dat er in elke situatie ook wel een manier is om hiervan te profiteren. Stel bijvoorbeeld als jij heel breed gespreide ETF's hebt, zelfs dan is er nog voldoende mogelijkheid om hiervan te profiteren. Misschien juist wel kun je hier heel makkelijk van profiteren. Want als de beurzen, als alle aandelen onderuit gaan, dan gaat ook een breed gespreide ETF zoals bijvoorbeeld VWRL onderuit. Kijken we naar de koers van afgelopen vrijdag, dan zien we ook gewoon dat VWRL maar 3,6% onderuit is. Dus ook al ben jij een beginner of iemand die zeg maar heel saai aan het beleggen is voor de lange termijn, dit zijn mogelijk wel momenten dat je misschien een keer een extra aankoop kunt doen, omdat je dan toch rendement maakt. En zeker omdat je voor de lange termijn gaat, je kijkt misschien wel 10, 20, 30 jaar vooruit. Dan is het gewoon een leuk moment om, als je het geld hebt, hier zeker even te van profiteren. En behalve dat je het onderzoek doet, is denk ik ook belangrijk dat je de juiste broker hebt om te kunnen profiteren van dit soort momenten. Je zult vaak wel zien dat op dit soort drukke momenten misschien heel veel mensen willen verkopen of juist heel veel mensen willen kopen, waardoor het ooit heel druk kan zijn bij je broker en je niet direct toegang hebt. Dus het is denk ik zeker belangrijk dat je ergens al een account hebt en eventueel al geld in je account hebt staan of de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld via iDeal heel snel geld te storten om te kunnen profiteren van dit soort situaties. Zelf maak ik gebruik van de Giro. Dat is de broker die ik al jaren gebruik voor al mijn aankopen van aandelen en ETF's. En ondanks de tariefverhogingen is het denk ik nog steeds de meest interessante brokers. En dat geldt denk ik zeker voor beginners. En als je gebruik maakt van hun kernselectie, een link om gratis een account te openen vind je trouwens onder deze video terug. Maar behalve natuurlijk een breed gespreide ETF's of gewone ETF's kun je natuurlijk ook gaan voor de losse aandelen. Dit zijn dus vaak bedrijven die juist heel erg kunnen profiteren of misschien juist wel heel erg negatief effect hebben van dit soort nieuwsberichten van maatregelen. Daar kun je dus meer risico nemen, kun je ook meer rendement maken, maar het kan natuurlijk ook de andere kant op gaan. En ik denk dat bij losse aandelen je eigenlijk drie manieren hebt om hiervan te profiteren. Ten eerste heb je natuurlijk aandelen die het erg goed doen wanneer er weer een dit soort situaties zich voordoen. Wanneer er een nieuwe variant komt, wanneer er misschien weer een lockdown komt en dus heel veel paniek of onzekerheid is op de beurs. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan aandelen zoals Zoom. Natuurlijk als er meer thuisgewerkt gaat worden, komen er meer online meetings. Daar profiteert Zoom natuurlijk weer van. PostNL, natuurlijk wanneer er eventueel weer winkels gesloten moeten worden, ook al is dat nog helemaal geen zekerheid, daar houden beleggers wel rekening mee. En meer winkelsluiting betekent ook automatisch vaak meer pakketbezorging, omdat mensen online gaan winkelen. Of een aandeel zoals Flow Traders, zodra er dus veel volatiliteit is op de beurs, veel beleggers gaan kopen of verkopen, dan heeft Flow Traders daar meer omzet en dus meer winst uit. En dit zijn dus de aandelen die misschien op de korte termijn juist kunnen profiteren van dit soort negatief nieuws of een lockdown. Je kunt natuurlijk ook aandelen hebben die op de korte termijn juist negatief effect hebben. Dus mogelijk als je ze hebt, zou je ze misschien snel kunnen verkopen of als je de daling ziet, goedkoop kunnen instappen. Denk hier bijvoorbeeld bij aandelen zoals Shell. Shell heeft natuurlijk te maken dat er dan minder gereisd zal worden, dat er minder benzine is, minder vraag naar benzine, minder vraag naar kerosine, waardoor prijzen dalen en dus automatisch ook de koers van Shell daalt. Maar denk ook aan een bedrijf of een aandeel zoals Basic-Fit, een mogelijke sluiting of een beperking van de sportscholen. Dat is vaak dat sporters zullen zijn lidmaatschap niet verlengen. Minder leden is minder omzet, terwijl de kosten voor een bedrijf zoals Basic-Fit wel gewoon doorlopen iedere maand. Maar ik denk dat de derde optie het meest interessant is voor de meeste mensen van jullie. Dat je dan gewoon gaat kijken, van tevoren al onderzoek gaat doen naar aandelen, een waardering gaat maken voor een aandeel en wacht tot het moment komt dat de juiste koers zich aandoet om rendement te maken in de toekomst. En vandaag heb ik dan de website gelanceerd met diverse tools die jou hier zeker ook bij kunnen helpen. Zeker als we ook gaan kijken naar het waarderen van een aandeel. Je kunt de website bezoeken via beleggerstools.nl. Je kunt hier gratis een account aanmaken. En zoals gezegd, we hebben diverse tools. Op dit moment al behoorlijk wat tools, maar die gaan we ook zeker uitbreiden in de toekomst. Je kunt dus bijvoorbeeld je aandelen gaan waarderen. Je kunt de checklist voor elk aandeel gaan bekijken, maar ook grafiek. Ik denk dat dat de drie meest belangrijke en de meest onderscheidende tools van de website zijn. Wil je nou onbeperkt toegang, want met een gratis account, je kunt een gratis account aanmaken, kun je 3 aandelen in de maand bekijken. Je kunt echter nog niet waarderen en wil je onbeperkt gebruik maken van alle tools, dan heb je een abonnement nodig. We hebben verschillende vormen van abonnementen. Je kunt een abonnement nemen per jaar of per maand.
Het abonnement per jaar heeft het voordeel dat je 2 maanden gratis krijgt. Het abonnement per maand heeft natuurlijk het voordeel dat je iedere maand de flexibiliteit hebt om weer eventueel te verlengen of juist niet. En natuurlijk hebben we ook een aanbieding ter introductie. 30% korting op alle abonnementen. Dus mocht je nu lid worden, gebruik maken, deze couponcode eigenlijk gaan toepassen, dan blijft deze korting ook gelden zolang je abonnee blijft. En dit bedrag blijft dus vaststaan. Dus ook eventueel in de toekomst nieuwe tools, verbeteringen die er komen, daar kun je altijd nog gebruik maken tegen dezelfde prijs die je nu betaalt. En deze aanbieding die geldt tot en met het einde van de week. Dus tot en met 5 december 2021. Dus maak zeker, kijk een keer deze week. Maak een gratis account aan via de website. Kijk even hoe alles gaat, of het je bevalt. En als je meer interesse hebt, meer, ja, eigenlijk onbeperkt gebruik wilt maken van de tools, kun je dus zeker deze week met 30% korting een abonnement nemen. Als we dan in gaan loggen naar het account en gaan kijken naar de aandelen, dan heb ik het in de e-mails die ik deze week gestuurd heb, heb ik het al vaker gehad over Apple. Hier zie je de zoekbalk, maar hieronder zie je alle aandelen die je gratis kunt bekijken of die je als laatst hebt bekeken. Het aandeel Apple dus bijvoorbeeld. Laten we even een waardering maken. Voer ik heel even de cijfers in zoals ik het denk. Ja, zoals mijn verwachting is eigenlijk voor de toekomst. En dan zal in mijn geval een analyse voor 7 jaar er op dit moment zo uitzien. Verschillende groei van 8% tot en met 12% omzetgroei per jaar. We zien de geplaatste aandelen wat afnemen. Een PE ratio van 15 tot 21. Ik zou 10% rendement per jaar willen. En een eindeloos groeipercentage van 3%. Ik heb trouwens al wat updates doorgevoerd, zodat je ook wat meer informatie krijgt. Mocht je nog meer tips, suggesties hebben, laat dat dan zeker weten hoe ik de tools kan verbeteren. Maar als we dan gaan analyseren en naar beneden scrollen, zou je zeggen dat in een base case ik ongeveer uitkom op misschien $140, $150. Nou, dat is nog net niet op dit moment het geval. We zien het aandeel Apple $157, laten we zeggen. Dus zo weten we per aandeel dus wat we zouden willen betalen om in dit geval 10% rendement te maken de komende 7 jaar wat we zouden willen betalen. Dat is nu nog net iets minder dan de koers op dit moment. Dus In mijn geval trouwens, laat ik het zo zeggen, volgens mijn verwachtingen zou ik eigenlijk moeten wachten tot de koers nog iets verder gedaald is om deze rendementen te kunnen maken, is mijn verwachting. Maar misschien is jouw verwachting van het bedrijf anders, of misschien heb jij een ander gewenst rendement. Misschien wil je 8% per jaar en ben je daar heel tevreden mee. Als we dan gaan analyseren, dan zien we dat de prijs die je zou willen betalen op dit moment om dat rendement te kunnen maken, dat dat hoger ligt dan de huidige koers. Dus voor jou zou het in die situatie misschien wel interessant zijn om het aandeel te kopen. En komen we dan bij een samenvatting of een conclusie van deze video, dan denk ik vooral dat het nu misschien het moment om volop te profiteren van deze correctie, dat nu waarschijnlijk weer eventjes voorbij is. Misschien gaat het nog wel een keer komen. En wat je dan nu het beste kunt doen is om te gaan kijken, hoe hebben verschillende aandelen, hoe hebben verschillende beurzen of sectoren de afgelopen dagen gereageerd? Wat is er gebeurd? Ga ook begrijpen waarom dat gebeurd is. Schrijf dat op, denk daarover na en bewaar dat voor de volgende keer als het gaat gebeuren, zodat je voorbereid bent. Mocht het nog een keer gaan gebeuren, dan zou je dus eventueel in de toekomst meteen snel actie kunnen ondernemen, omdat je duidelijk hebt van als er dit gaat gebeuren, dan wil ik die en die stappen ondernemen en ben ik bereid om dit en dit risico te nemen. Ga ik in één keer een bedrag inleggen of doe ik bij elke 3% daling van de beurs, koop ik dan extra aandelen bij. Dat zijn dingen waar je nu al over na kunt denken, zodat je juist goed voorbereid bent in de toekomst. En je kunt natuurlijk nu al je onderzoek doen naar deze aandelen. Kijk naar de cijfers, kijk naar de checklist. Maak een waardering voor ieder aandeel. Kijk welk koersdoel daar voor jou uitkomt bij jouw verwachting. Zorg dat je regelmatig een update maakt van jouw verwachting, van jouw waardering. Dat mocht eventueel er weer een correctie of een crash komen op de beurs, je weet tegen welke koers je het aandeel zou willen kopen om het gewenste rendement te maken. En dan wacht je gewoon een moment af. Als het zich voordoet, dan koop je. Doet het zich juist niet voor, dan weet je waarom dat je het juist niet koopt. En wacht je tot het volgende aandeel dat het wel in de juiste situatie tegen de juiste koers verhandeld wordt. En ik denk dat dat vooral de 2 beste manieren zijn om in ieder geval in de toekomst hierop voorbereid te zijn. Dit soort nieuws zal altijd onverwacht komen. Het zal ook altijd net iets anders zijn dan dat het nu zich eigen heeft afgespeeld. Maar het zijn in ieder geval wel dingen waar je een beetje op voor kunt bereiden. En dat je in ieder geval op die manier al een voordeeltje behaalt. Dus heb je nog tips, suggesties voor andere kijkers
podcast of hoe je het zelf aanpakt en wil je dat delen, laat dat dus vooral weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien waarbij je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Onder de video vind je dus ook meer informatie over de nieuwe website en de aanbieding die deze week nog geldig is. Dus ga zeker kijken. Mogelijk is dat ook interessant voor jou. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.